Op de openingsdag van de competitie won Rijnsburgse Boys thuis tegen Barendrecht met 3-2. Maar hier staat het te slapen. Esaias is weg. Maurits. En Maurits die mag, omdat de verdedigers alleen maar achteruit lopen, vrij uithalen. En brengt Barendrecht op 1-0 vroeg in de wedstrijd. Dabagian dan. Na 11 minuten is het bijna 2-0. Geluk voor Rijnsburgse Boys, pech voor deze mannen, voor Barendrecht. Van den Oever met de voorzet. En daar mag Jongenelen wel heel vrij komen hoor. Het is gelijk op de bongert. Jeffrey Jongenelen met zijn 7e van het seizoen. Van Ooyen dan. Heeft niet altijd een basisplaats. Passeert Lima en passeert Van Splunter. Het is in een vloek en een zucht van 1-0 voor Barendrecht. 2-1 voor Rijnsburgse Boys. Dat is ook de ruststand. Dan geknoei. Een misverstand bij Jongman. Dit is wederom Van Ooyen aan het werk gezet door zijn oude maatje Jeffrey Jongenelen. De twee waren succesvol bij Katwijk en zijn het nu bij Rijnsburgse Boys. 3-1 voor de Uien. Jongenelen dan met de hoekschop in tweeën. Lima krijgt hem niet weg en Opoku is de grootste van allemaal. 4-1 voor Rijnsburgse Boys. Tegen een ploeg die toch hoger staat op de ranglijst. Jongenelen. Jongenelen en die maakt het nog erger voor Barendrecht. 5-1 voor Rijnsburgse Boys. En dan is het wel duidelijk dat de Uien die wedstrijd gaan winnen. Heeft Esaias pech en Maurits ook. Want zijn treffer wordt afgekeurd voor buitenspel. Hoe kinderachtig die dat ook mag vinden van de arbitrage. Het blijft 5-1 voor Rijnsburgse Boys. De beste promovendus in dit seizoen in de tweede divisie.